op de applicatie, altijd bijzonder interessant. De bonus. Pizza's, aha, druiven. 1 plus 1 gratis. Welkom bij de Albert Heijn XL. Nog even voor korte boodschappen. Is hier ook aangeduid? Dat is ook handig met die beeldscherm. Bonus. Zo beste mensen, hier, witte druiven, 1 plus 1 gratis. Bijzonder goed voor de gezondheid. Ja, in de ochtend met muesli of ook andere momenten. Ik kan hier toch nog leven. We eten veel fruit in het gezin, ook de kleine. Het is bijzonder interessant. Ik zeg dergelijke zaken, die spart ook geld uit. Heel belangrijk in deze tijd. Dat heb ik nog in huis. Dus ik zeg, we komen ook soms voor korte extra boodschappen. De verspakketten, Marokkaanse couscous, ja. Die hebben we natuurlijk regelmatig in huis, maar we hebben alle ingrediënten. Bijzonder handig dat alles in een pakket is. Hè? Er zijn nog interessante pakketten hier. Ik zeg, groenten en fruit is bij ons, staat bij ons centraal. Een ruime keuze, zeg. Dat is echt van alles. Nou, wij koken altijd met olijfolie, met deze hier. Dus is bijzonder goed. Dus ik ga nog één meedoen.
Zo, de Mediterraan. Nog dit hier. Het gehakt. Dus dit is bijzonder gezond. Dat hebben we nog thuis. Echt een aanrader. Ik zeg, wie dat sport doet of moet opletten op cholesterol en zo. Mager vlees is belangrijk, zoals kippenfilet. Nog een mooie blik op de lichtstraatje. Bijzonder aangenaam. Natuurlijke verlichting. Nog hier van deze hoek hier. Het is een combinatie van winkelen en volledige ontspanning. Bijzonder aangenaam. Poppenkast. Ik heb er een in huis, ook recent gekocht van hier, met de AHA handpoppen. Bijzonder aangenaam, ook voor de kleine. Je moet er natuurlijk wel mee bezig zijn, met de poppenkast. Maar het is wel goed dat dat er terug is. Nu zijn het wel andere poppen. En ook dit. Sprookjestheater. Dat is ook wel interessant voor de kleuterschool, dat. Ik zal nog even voor terugkomen voor dit hier. Interessant. En dan ook belangrijk, de bonus. Dus een bonuskaart is gratis. Dus als er staat bonus, heb je dan die kortingen aan de kassa. Dat is ook wel bijzonder interessant. Wat ik zeg, vaak kom je dan aan kortingen van 5 euro en zelfs tot 10 euro. Ja, deze broodjes hier, ik had het al eens getoond, zijn bijzonder goed met bij een soep. Zo, prima. Vier voor een euro. Dit is ook de periode van soepen en zo. Ik zeg, dit erbij is prima. Het stokbrood, bijzonder goed. Je hebt ook andere soorten natuurlijk, bruin stokbrood. Deze soorten hier. Dit hebben we nog in huis. Het
Belgisch brood recept. Ook vele keken gebakken hier. Ik zie hier ook van die promos, tweede halve prijs. Ik zeg, het is juist dat dat belangrijk is. Als je boodschappen doet, en je telt dat allemaal bij elkaar, op basis van een maand bijvoorbeeld, is toch wel een serieus verschil. Het is ook bijzonder goed hier lotus voor afwisseling. We hebben ook de vorige keer aangekocht. Zeg, leuke smaken. Ja, de muesli nootjes zijn terug. Wat ben ik blij. Dus je hebt hier verschillende soorten. Ik heb er ook de recepten van op mijn profiel. Allee, ochtendontbijt in combinatie met de witte druiven. Maar dus deze hebben onze voorkeur met dus de nootjes. Beste product van het jaar 2021-2022. Ja, dat kan maar wel zeggen. Ik zeg, de smaak is fantastisch. Ja, natuurlijk de prijsfavoriet. Ik zeg, het zijn scherpe prijzen ook. Dus deze heb ik nog in huis. Ik zeg, ze zijn allemaal goed. Het is wel natuurlijk leuk als afwisseling. Je hebt ook dit hier. Voor de kleinste ook wel leuk met chocoladestukjes. Dus dat is ook wel... Zo, dat waren de muesli's. Het is hier ook vol met bonus, als je dat juist nodig hebt. Twee voor €2,50. Dit is ook perfect van smaak voor de kleinste. Gaan we nog even naar de, verder naar de zuivel hier. Ja, als je dat gewoon wordt, ik zeg, het is ongelooflijk van smaak deze dranken. Ook nog hier koffers beschikbaar, is ook wel interessant. Ja, hier is het allemaal topkwaliteit. Dat is ook bijzonder interessant hier, mensen die houden van de pizza's. 3 voor €5.
is bijzonder goedkoop. Je hebt er ook alle soorten in, hè? Ik zou toch misschien iets van meedoen, mag ik zeggen. Ik zeg, afwisseling kan geen kwaad, hè? Ik zeg, een pizza, dat kan ook. Tom, interessant. En dit hier. Stukjes. Aha, dat is het. Ja. Zo. Dus 3 voor 5 euro, zegt. En dat is geldig tot, natuurlijk met de bonuskaart, 21 februari tot en met 27 februari. Ook nog interessant, algemene zaken, de bonus. Ik zeg, kan altijd wel handig zijn voor huiszaken, huisgerief. Maar ik heb nog iets vergeten, rozijnen. En hier heb ik ze al. Zoete rozijnen. En dan hebben we ook de andere. Ja, deze. Zo, dat waren even korte boodschappen bij de Albert Heijn zelf. Zo, beste mensen, ik was snel door de kassa. Bijzonder aangenaam het winkelbezoek hier. Hier ook nog veel aanbod van bloemen, planten. Dan ook de balie hier aanwezig, ook bijzonder interessant. Ik zeg infobalie, ook afval.bol.com. Hier ook om je overshipkaart op te laden. En wat een mooie zonnige dag te Hulst. Ik zeg, het is het moment om boodschappen te komen doen. Op gebied van bonussen en kortingen, ongelooflijk terug. 11,10 euro uitgespaard. Ik zeg, het is een pracht van een dag hier. Hè. Leuk met de fiets boodschappen doen. Mensen komen en gaan. Mooi weer. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Voor een nieuwe vlog hier. De Albert Heijn XL Hulst.